Vol goede moed. Want wij zijn natuurlijk daar al lang over aan het nadenken. En we zijn ook bezig, samen met de Raad, wij waar ik in dit geval als het college van Montferland, een strategische visie te ontwikkelen. Daar zijn we mee begonnen vorig jaar. En dat zetten we voort. Dat is natuurlijk weer een visie. Een overkoepelende paraplu, zal ik maar zeggen. Maar we proberen zeker om dat in praktische projectvoorstellen uit te werken. En dat doen we weer samen met de Raad. We hebben vorige week de bijeenkomst daarover gehad. En ik ben altijd blij verrast om te zien hoe die samenwerking goed is. Dat hebben we ook gedaan in twee keer een kentakendiscussie, wat toch een zware klus is. En eigenlijk in principe niet leuk als je moet bezuinigen. En dat gaat goed. Dan zijn we, vind ik, een goed team als gemeentebestuur, zowel het college als de Raad. Ja, en wat ik natuurlijk heel graag wil, is onze bedrijfsterreinen verder ontplooien. En ik hoop van harte dat degenen die belangstelling hebben, die zich nu gemeld hebben, dat die ook een handtekening gaan zetten volgend jaar. Naar welk moment kijkt u dan het meest uit? Ja, tot de handtekening voor een flink stuk grondverkoop gezet wordt. Waarmee je de economische ontwikkeling weer vooruit laat komen. Hè, waar de werkgelegenheid mee gemoeid is. Waarmee we mensen aan het werk krijgen. Ook mensen bijvoorbeeld uit de bijstandsuitkering. Waar we ook heel nadrukkelijk mee bezig zijn om die mensen aan het werk te helpen. Dat lukt goed. Hè, we krijgen steeds meer mensen die een baan hebben, die aan het werk komen, uit de bijstand komen, wat toch in principe iedereen het liefste heeft. Wat voor jaar hoopt u terug te kijken op 31 december 2016? Nou, zeker op zo'n goed jaar als afgelopen jaar. Maar weer een jaar met wat vooruitgang, waarin we weer stapjes hebben gezet als gemeente voor een verdere goed positioneren van onze gemeente in de omgeving. Maar vooral waar het goed wonen, werken en leven is voor onze burgers. Want daar doen we het uiteindelijk voor.